Lekker. Dan gaat het weer goed, hè? Hoe was het om te wandelen? Wandelen was heerlijk. Ik moet zeggen, dat is echt een nieuwe hobby van mij geworden. Ik was nooit zo van het wandelen. Maar sinds corona, ja, dan wil je toch bewegen. Dus je wilt eruit, hoofd leegmaken. En wat ik ook leuk vind van wandelen is dat ik doe het heel vaak met mijn vriendin. En dat je gewoon dan ook gelegenheid hebt om goede gesprekken te voeren. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. En ook soms lekkere lummelgesprekken hoor. Dus niet alleen maar dat we alleen maar diepte hebben, maar nou ja, af en toe gewoon ook ja, lekker lummelen. Dus het is gewoon leuk voor een connectie maken onderling. Is het hartstikke goed dat wandelen. Dat fijn. Ja, dus doe jij dat ook of niet? Ja, ik ga eerlijk zeggen, de laatste tijd wandel ik niet zoveel meer. Maar er is wel een periode geweest dat ik dat heel veel deed. Ik deed het ook heel veel voor het werk. Om gewoon even mijn kop leeg te maken. En heb je al ondertussen door dat ik ja, dat we in de show zitten? We zijn aan het wakker worden met wandelen of zo. Of we waren nog in de Ja. intro. Dus waar gaan we het over hebben over vandaag? Over wandelen. Ja, maar dit is dus een mooi onderwerp. Want vandaag gaan we het hebben over getting things done. Oeh. Dus productiviteit, arbeidsproductiviteit en wat doe jij daaraan? Ja, Ja. en wandelen kan daar best wel een belangrijk onderdeel in zijn. Dus vandaag eigenlijk wel een mooie start. Oh, dat is mooi. Wat is getting things done voor jou dan? Dat is van David Allen. Dat is een boek en dat is eigenlijk het meest bekende boek in productiviteit. Heb je hem zelf gelezen? Ja, zeker. Ah, kijk nou dan. Wat het voor mij nu is, ja, ik zit er nu middenin en ik denk dat het voor mij vooral is dat je dingen met aandacht doet. Dus wat ik wel grappig vind is dat je in de spiritualiteit, daar zie je dus heel erg, ja, hoe legt het uit? Dan zie je dus dat iedereen zegt, ja, je moet dingen met aandacht doen, met aandacht doen, met aandacht doen. En op een gegeven moment dan denk ik, ja, maar ik zit nu op kantoor en ik kan nu niet lopen alsof ik door het bos lopen en helemaal relaxed en nergens aan hoef te denken en alles aan de kant kan zetten. En dan vond ik dat boek, het inspireerde me wel, omdat het eigenlijk voor mij een praktische vertaling is van de spiritualiteit. In de zin dat in deze materiële wereld, in plaats van alleen maar zweverig te doen, moet je ook wel gewoon dingen doen. En in dat boek staat dan wel van, je kan dan beter jezelf gaan trainen op wanneer heb je nou echt aandacht voor iets. En ik ben best wel geschrokken eigenlijk. Ik heb dit weekend ermee getest. Een wekkertje aan, even concentreren, focus. Ik ga alleen één ding doen. En hoe vaak je wel niet even wat drinken pakken, even dit doen, even dat doen. En hoe vaak je eigenlijk bezig bent om niet bezig te zijn. Dat vond ik echt schrikbarend. Getting things done. Ik vind het een mooi boek en een mooie theorie ook. Wat trouwens een goede tool is die je daarbij kan helpen, is Todoist. Ik weet niet of je dat kent. Ken hem, ja. Ja, dat is wel ik vind dat zelf een hele makkelijke, gewoon heel overzichtelijk. Al je taken op een rij en dan kun je afvinken. Alleen, het is natuurlijk ook zo'n tegenbeweging. Dat is dat boek van Nooit meer te druk. Ik weet niet of je dat Oh, boek wauw. kent. Nee, En die ga ik ook nou hebben. ja, tegenbeweging, dat is echt een hele dikke pil. Wel absoluut interessant. Maar dat komt voort vanuit het Getting Things Done stuk. Waarbij wel wordt aangegeven, ja, Getting Things Done is leuk. Maar uiteindelijk, als je natuurlijk die lijst steeds heel lang houdt. En je bent het allemaal aan het afwerken en aan het produceren. Ja, dan heb je misschien ook niet een heel gelukkig bestaan. Dus het gaat erom dat je ook heel duidelijk kiest welke dingen je gedaan Je wilt wilt doen, krijgen. ja. Want Ja, nee, anders dan heb je een hele lange lijst. Dan ben je lekker aan het afvinken. En dan zegt Dave vertellen van nou ja, getting things done, Nico, dat heb jij goed gedaan. Maar uiteindelijk, als je niet stilstaat bij welke dingen je graag wilt doen of moet doen. Ja, dan wordt GTD, kan ook zeg maar, getting things done, GTD, ja. kan ook tegen je werken. Dus dat is toch wel ik vond dat een heel aardig inzicht. En nou, dat boek Nooit meer te druk, dat is zo'n pil. Ja, ik heb hem daar ergens in mijn kast staan, dus ik kan Je hem bij wijze van bent al spreken. te druk als je besluit die te lezen. Nou, nee hoor, wat ik moet zeggen, het was al dat inzicht vond ik wel weer een aardig inzicht. Want ik vind David Allen ook wel echt een goeroe op het gebied van time management. Nou, ik denk dat als je naar die taken gaat kijken, dat je ook wel voor jezelf kunt bepalen. En dat is dus wat mij heeft geholpen. Ik heb dus gisteren een heel overzicht gedaan van alle taken. En dan denk je, ik moet zoveel doen. En hij zegt, schrijf gewoon je hele hoofd leeg. Alles wat er maar in je hoofd opkomt, schrijf het gewoon leeg. Ja. Nou, en dan ga je kijken, oké, ik moet dit allemaal doen. En dan denk je, ja, maar ik heb maar één dag. Wat ga ik die dag doen? Ja. En dan Ja, ga je maar dus. wat dan het mooie is, is dat je dan natuurlijk, je kan taken naar groen schuiven, je kan taken naar oranje schuiven, maar je kan ook taken naar gewoon naar rood schuiven. Dan denk je, nou ja, weet je, het is een taak, maar waarom zou ik het in godsnaam doen? Als ik het niet doe, wat gebeurt er dan?
Nou, dus jij zegt dat is een leuke theorie, maar je moet wel bewust zijn van niet proberen je takenlijsten vol mogelijk te stoppen, maar kijk wel van, ja, is die taak wel echt iets wat je, wat echt moet? Ja, wat je echt, dus en wat wil ook je dat dan stukje doen? Wat je eigenlijk ook klanten ja. adviseert, hè? Is het een nice to have, is het een need to have, is het een must have, weet je, op dat niveau, kijk ook gewoon zo naar je eigen taken. Ja. En ga die ja, dan je doen, gelijk. Getting things ja. done. Ja, nee, dat is ook zeker zo. Wat ik wel mooi vond, was het vierde lijstje. Want op een gegeven moment heeft hij het over een lijstje. Je hebt een aantal lijstjes, hè. Mm-hmm. Maar het vierde lijstje is dan misschien ooit. Ja. En ik vond het eigenlijk het leukste lijstje, omdat het me inzichtelijk maakte dat mijn dromen, dat we geneigd zijn om onze dromen dromen te laten. Ja, ja. Dus, maar dat is ook weer, als je het hebt over, dan kom je weer een stukje in time management. En dan heb je ook natuurlijk Kofi met dat activiteitenkwadrant. Waarbij oh, ja, je zegt, ja. Het kwadrant van de investering, de zaken die belangrijk zijn, maar niet urgent. En die zitten vaak in dat bakje. Maar dat bakje is vaak wel een heel belangrijk bakje om wel geregeld daar taken uit op te pakken. Want dat brengt je namelijk verder. Daar zitten vaak zaken in als van het volgen van een opleiding, het doen van een cursus, jezelf eigenlijk versterken en verrijken. Dus dat bakje, ik snap wel waarom daar heel veel aandacht van jou naar uitgaat, omdat jij sowieso een persoon bent die heel erg van de persoonlijke ontwikkeling is. Dus dat zijn gewoon dingen en die zitten wat verder weg en die hoeven niet gelijk nu, maar dat vind jij wel een heel mooi bakje, omdat dat heel erg bij jouw persoonlijkheid past. Ja, en toen dacht ik aan dat bakje en toen dacht ik, ja, eigenlijk is het mooi als ik dus gewoon zeg van, ja, weet je, mijn werktijden zijn dat, mm-hmm. mijn ontspanningstijden zijn dat, maar dat betekent ook dat ik gewoon plan wanneer ik in dat vierde bakje mag rotzooien. Ja. Dus dat ik gewoon lekker, het voelt voor mij alsof ik nu een speeltuin heb ontdekt. Ja. van dromen die ik ooit waar wil maken. De vierde zandbak is dat dan. ja. Scheppen. Dus ik zeg, nou, ga lekker scheppen. Getting things done, Niek. Ik zie je, we zijn weer in de tijd. Maak er een hele mooie dag van. Oh. En ik ben benieuwd hoe dat gaat met die vierde zandbak van je. Blijven scheppen. En mooie dag, man. Ciao. Yo, bye bye.